Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Lego Marvel Superheroes. We zijn hier met The Thing en Captain America en we lopen door de jungle. We zijn op een afgelegen eiland en zitten nog steeds echt achter een Magneto aan. En er is echt een puinhoop in de jungle, maar goed, we redden ons prima. We kunnen er mooi doorheen vechten. We maken alleen nog meer zooi. Eggs? Wat, waar zijn eieren? Oh jee, oké, nou dan. Someone brought the dinosaurs back? Best guess is they're from the Savage Lands. Why would they be here? Oké. Hoep op joh, hey, wegwijzen. Dinosaurussen. Cool. Hoep op, wegwijzen. Wat is dit voor dingetje wat dicht heeft? Oh, het kan gewoon kapot. Ze blijven gewoon komen, hè? Zo, oké. Wat hebben we nog meer hier? We kunnen bovenlangs met Captain America zo te zien. Wat gaan we doen? Want het is een schild en, of een vuur en hij kan er met zijn schild overheen. Zo, het kan allemaal kapot. Dat is mooi. Snel die kant op en springen maar. Oké, naar beneden lopen dat ding. Heel goed. Yo, hoek eens op. Hé, hey, zo'n uitblaasding. Grappig. Kunnen we nog even doorlopen hier naartoe? Ja. Hier zie ik iets wat we kunnen bouwen. Kan het al? Nee, nog niet. Ik moet dat ook nog even kapot maken, denk ik. Zoals dit hier. K is kapot. Goed zo. Hier is weer goud. Oké, hier gaan we wat van maken. En dan kan Thing dit weer open trekken. Oké. Okay. Oh, jemig. Ik sla gewoon Captain America even voor Pampus. Mag ik ook hem een tikje kopen? Ja. Oké, Thing, sla erop los. Kom. En jullie zouden ze, die vallen die mannetjes niet aan. Nee, alleen mij. Zo niet eerlijk. Het zijn gewoon getrainde dinosaurussen dus. En opgekoppeld. Oké. We maken alles kapot. Hé, hey, daar zit Stan Lee weer. Ja. Je kunt hem nu wel redden, toch? Hé, hey, kom op. Captain America. Red hem eens. Wat wil ik niet hier? We kunnen hem niet redden, helaas, hier. Goed. Waarschijnlijk een andere superheld voor nodig. Een wagentje. Of een dingetje, wat is het? Wat ga ik doen hier? Cool. Hop, gehoppeld jullie. Oh wacht, daar zie ik nog zo'n dingetje. Twee van vier, oké. Okay. Misschien heb ik al één gemist, maar... Wij gaan door hier natuurlijk. The water's too fast, even for me. Look for a way across. Oké, we moeten aan de overkant zien te komen. Wat zit dan hier? Gorilla! Het is gewoon een gorilla hier. Oké, hoe komen we aan de andere kant? Dat is nu de grote vraag. Kan ik hier wat doen?
Ik kan hier onderlangs, denk ik. Ja, precies. Cool. Ze hebben niks in de gaten en dat is mooi. Houden zo. Oké. Doe eens niet. Oh. Kast kapot. Mooi, die is kapot. Die andere ook nog even. Dus niet. Hé, kijk nou. Kijk nou. Doe je schild uit, man. Dit bedoel ik. Hij staat natuurlijk voor die groene dingen, hè. Dus hij heeft even niet in de gaten dat ik de schild uit wil doen. Beetje stom, maar goed. Doe maar. Wij gaan dit eventjes, we gaan de weg even vrijmaken voor Thing. En jij moet even opboekelen. Zo. Thing, kom er maar in. Heel goed. Gaat u mee? Ga eens aan de kant, joh. Hey. Zo. Pas op voor de dinosaurussen. Zo, wauw, weg ermee. Hoepel op jij, hoor. Hey. Telekinetische kracht hebben we nodig hiervoor. Nou, dat hebben we niet. Dus, dat wordt er niet. Oké, we moeten daar naartoe. Groot vraag, hoe komen we daar? Oh, wacht dan. Ik zie al iets. Die gaan we daarop richten. Ja, precies. Oké. Kom op, kapitein. Daar moet iets gebeuren. Oké. Schild erin. Wat gebeurt er? Oh, dat ding is uit nu. Prima, hier zie ik ook iets wat we kunnen doen. 3 van 4. Hé, hey, daarbovenin. Nou, ik denk dat we er toch één gemist hebben. Maar goed. Oh, daar is nog een paarse. Wacht even, die pak ik ook bij. Die paarse stut, die levert nog wel wat op. Pak eens op. Kijk, 10.000 van die puntjes is dat waard. En wij lopen door. To see me and my island rise! He's quite the showman. And he's got a flying island? Is this some sort of Hydra trick? Like I know. Just hang on! Captain America. Thing. Charles Xavier sends his regards. Storm. Hey, the weather goddess ain't such a bad traitor. Especially for Johnny. Hey, come back, you fraidy cat! Okay, we hebben hier dus nu de X-Men, de Avengers en de Fantastic Four. Er is een leden daarvan bij elkaar. Leuk, toch? Ondertussen kunnen we even... Oh jezus, wegwezen. Bam, bam. We kunnen heel even snel opslaan. Laten we dat even doen. Altijd fijn om te doen. Zo gebeurt. Oké. Okay. Jij ook even wegwezen. Eens kijken waar we naartoe moeten. Hier naartoe. Ja. Kijk. Oké. Okay.
Is er iets wat we kunnen maken? Ja, dat is iets wat iemand kan maken. Iets met elektriciteit. Daar hebben we storm voor nodig. Oké, storm. Kom er maar in. En doe maar. Hopsakee. Cool, grote dinosaurus. Hebben we neer. Ik vind het echt fantastisch om met die grote te staan. Opgehoepeld, Jilly. Oh jee, Captain America. En of, we gaan hier al opstaan. En... kun je die zo uitschakelen? Yep, dat is één. Ik denk dat we wel meer kunnen slopen hiermee. En die andere ook. Mooi. Wat is dit voor iets dan? Kunnen we daar doorheen slaan? Doorheen beuken? Oh, hier kunnen we wat maken. Ja, ik zie het al. Weer iets voor storm. Goed zo. Nou, komt hij dan? Storm. Daar gaat hij. Daar gaat hij, jongens. Pas op voor al het stroom. Cool. I see you've enjoyed playing with my bets. Let's see if you enjoy playing with this one. Bring it! Oké, okay, dan neem ik nu op tegen Magneto. En Rhino. Why'd you come after me here? I just want to be left alone. Oké. Je bent overal doorheen. En waarschijnlijk moeten we daar al mee. Eerst de tennemans eens even neerslaan. Zoals dit ding bijvoorbeeld. We moeten waarschijnlijk Rhino wat kapot laten maken. Of die dingen hier in het midden misschien. Oké, daar zie ik iets wat... daar moet gegraven worden. Oh, we zijn wel sterk op die gastjes. Even kijken, kunnen we wat maken? Het blijft allemaal wel liggen, hè? Ja, we kunnen wat maken. Is dat kapot? Kunnen we wat maken? Wat missen we nog? Ja, nu. Nu maken we het. Iets groots. Een soort kooi. Zo, een grote pompoen of zo. Moeten we daar Rhino in sturen? Kom maar even hier naartoe. Wat moeten we met die pompoen? Oh, daar gaat hij op. Waar ga je nou dan? Even hier met... ja, slaan. Dat ding natuurlijk. Die is sterk genoeg. Oké, daar gaat hij. Ja. Oké, cool. Hij komt er weer aan hoor. I suppose I must do everything myself. Dino's. En Magneto. Strong for my powers to counteract. We gotta build something heavy enough to break through that shield of his. Oké, we moeten iets bouwen dus. Waarmee? Daarmee. Ja, wacht even. We moeten even kijken of we iets hebben om weer te bouwen. Oh, hier valt wat. Oké, prima. Kom, dan gaan we dan. Wat gaan we bouwen?
een aanbeeld. Maar dat Thing natuurlijk wel raad mee weet. Bam. En we geven hem even een lel. Eén tik. Dan moeten we toch nog twee tikken erbij hebben en dan is het goed. Kijk, er komen al die dingetjes weer aan. Tof hoor. Ziet er wel tof uit. Oké. Volgende stap. Dino's verslaan. Hij komt nog niet eens rood op de proppen. Waarschijnlijk wordt het nu iets voor Captain America als ik het zo bekijk. Een soort wekker. En daar is hij. Kom, we gaan er iets van bouwen. Ja, weer iets voor Thing. Komt ie. Pak maar op. Bam! Dit gaat best leuk al met al. We hebben weer even een lel. Nog één keer en dan hebben we hem. Kijk wat hij nu gaat maken. En daar gaat hij weer. Toch op joh. Wegwezen. Bam. Er komt iets anders aan. Ik zie er weer dat er groene handvatjes in zitten. Oh, zo. Wat is dat voor iets? Een knuppel. Gelukkig kan ik het maar een paar keer gebruiken en is het gebeurd. Valt hij wel uit elkaar. Ja, nu bijvoorbeeld. Daar gaan we iets van bouwen. Oké, een grote soort van tennisracket achter iets. Oké, aanpakken. En dan gaat hij weer. Laatste klap. That a rise in elevation does not equate to a rise in one's IQ, Benjamin. Oké. Rapturous Rise. Gloeiende verrukking, het zal wel. Mystique hebben we vrijgespeeld, blijkbaar. Hey, en Magneto is hem alweer gesmeerd. Hardly palatial, but it will do. Let's see to the final assembly, and to my final revenge. Your revenge? You mean my rule? Yes, I misspoke. Remind me not to make the submarine toss a part of my Starkland theme park, okay? And yet you're keeping the Iron Man musical. Magneto must pay. Calm down, calm down. We don't want you hulking out on us. I need to report back to the professor. Hello, Nick Fury. Paging Nick Fury. Nicholas Fury. Can I bill you for that SHIELD submarine you turned into scrap? Bill Magneto. Where is he, by the way? He's got some payback coming.
He, Doom, and Loki are on a heavily defended floating asteroid assembling what we think is a giant super weapon. Don't these guys ever just go get a latte? Play some chess in the park. I built a new flying toy that's perfect for this. I call it the... Let me guess. The Stark Jet? How'd you know? Stark Tower, Stark Industries, Starkland. Call it a hunch. Okay. So, where is this jet of yours? Parked all nice and safe in Central Park, I think. Then let us make haste! I'll be honest, my head's still kind of funny from our trip in the flying submarine. Lady Liberty shook a few brain cells loose. Goed, hier zijn we dan weer terug in... I hope your jet's as good as it sounds, Mr. Stark. Hallo? We need you to follow those villains into orbit. Maar dit ga je de volgende keer zien. We zijn terug in New York. We gaan, dit ga je de volgende keer zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog is welkom. Deel de video met iedereen. En dan zie ik je toch graag de volgende keer weer terug. Als wij, denk ik, gaan webslingeren. Dat lijkt me leuk. Naar Central Park. Oh yeah. Tot de volgende keer. Bye bye.